podium verspringen bij de heren. De prijs wordt uitgereikt door de heer Antoine Callebaut, schipper van cultuur en gewezen atleet. Derde, met 6,75 meter voor de atletiekclub Dennis Voorsens. Tweede, met 6,79 meter voor AV Toekomst Frederik Lennens. En winnaar met 7,47 meter voor Fulco de Liège, Michael Velter. De Rode Kruisborst wordt aan de start van de 1500 meter gevraagd met een ijszak. Het is Wesley de Kerpel en Kim Barbé die hier aan de leiding gaan van deze 1500 meter met Jean-Charles Bijl daar in vierde stelling. Robin Peul links achteraan, David Stevens, die herkennen we daar, Thomas Wijting en Toon Pieriks. Podium, hoogstuk springen bij de heren. Opnieuw worden prijzen uitgereikt door de heer Antoine Callebaut, schepen van cultuur van de stad Ninove. Met op de derde plaats, maar niet meer aanwezig, sprong van 4,36 meter Thomas Goos. Tweede met 4,66 meter voor Union Lorraine Aarlen, Sébastien Offelt. En winnaar met 4,86 meter voor Dirk Le Breuven Atletiek, Jonas De Meijer. Daar zit de Kerpel voor Toon Pieriks. Toon tot de 1. 46. Dan gaan we onder de 3,50 uitkomen. In deze reeks van de 1500 meter. De Kerpel liep al 3,48,08. Passage aan de kilometer in 2,47. Steeds op weg om onder de 3,50 te gaan duiken met een zeer attente Toon Pieriks daar in tweede stelling. Kim Barbé op 4, Jonas Hoels op 5, Thomas Wijting dan, Jean-Charles Bijl. Sterke wel zit de Kerpen daar aan de leiding. Het is zijn spoor Toon Pieriks. Thomas Wijting. Die probeert nog wat te dichten. De andere 3 strijdt daar met Toon Pieriks. Het is Wesley de Kerpen die gewoon wegkomt van de rest. Goede tijd aan de leiding, zonder hazen deze reeks. Inderdaad, overwinning voor de Kerpel. Derde plaats voor Pieriks. En Johan de Koning werd hier tweede in deze reeks. 3,50, 26.